stad als Kortrijk heeft twee grote voordelen. Je hebt hier het verrassende van een grote stad en tegelijkertijd de charme van een dorp. Bij ons is alles relatief betaalbaar. Als je hier komt wonen, als je hier komt werken, dan kun je het betalen. Parkeren, sport, cultuur, lid zijn van een club, een huis kopen. Dat is bij ons betaalbaar in vergelijking met andere grote steden in Vlaanderen. En tegelijkertijd heb je bij ons heel veel verrassende elementen. Eén voorbeeld, wij hebben op dit ogenblik denk ik de belangrijkste muziekscene van België met groepen als Goose, Essex, Balthazar die intussen Europa en de wereld veroveren. Allemaal groepen die hier zijn ontstaan, ook altijd hier actief zijn. En daarvoor moet je naar Kortrijk komen om dat te zien. Ideale stad is voor mij een stad met vele restaurantjes, cafeetjes, gezellige terrasjes. Maar ook waar betaalbare woningen zijn, waar het veilig is. Een vlot verkeer, dus weinig files. Asselt is een echte onderwijsstad. 45.000 studenten die zich dagelijks naar en van Hasselt begeven. Recent is daar ook een universiteit, de Universiteit Hasselt, bijgekomen. De rechtenfaculteit die zich al in Hasselt bevindt. En naar de toekomst toe hopen wij ook dat volledig de humane wetenschappen van de Universiteit Hasselt zich volledig in onze binnenstad zal situeren. Maar dat betekent natuurlijk ook in het beleid dat we volledig ons moeten instellen op studenten. Genoeg voorzieningen voor vrije tijd, dus vast en zeker een vijfzaal voor die studenten voorzien. Maar ervoor zorgen dat er genoeg doen is op cultureel vlak, op sportief vlak. En ook niet onbelangrijk, gezien het grote aantal studenten, de mobiliteit vlot houden voor iedereen. Wel, een wereldstad moet natuurlijk alles in huis hebben om te kunnen leven, te kunnen leren, te kunnen werken, te kunnen recreëren. En het is het evenwicht tussen al die functies dat je voor je inwoners moet voorzien dat cruciaal is. En dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want de wereldstad trekt mensen van allerlei slag aan met andere behoeften. En die moet je op een of andere manier zien te verzoenen en zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn voor al die functies. Dus dat wil zeggen dat je voldoende scholen moet bouwen, dat er voldoende vierkante meter groen moet zijn om te kunnen spelen. Dat er voldoende ziekenzorg moet zijn, dat het ook goed gespreid moet zijn. Dat er ook veiligheid is in het publieke domein, dus dat is over politiezorg, samenleven, samenlevingsopbouw, gemeenschapsvorming. Dat je een inburgeringsbeleid moet voeren om mensen die nieuw komen in je samenleving op te nemen, er toch één groep, één team van te maken. Dus dat stelt wel heel veel uitdagingen. Wel, wij hebben in Kortrijk een van de beste hogescholen van het land, die volop bezig is met gaming en ontwikkeling van Gaming Go West. Dus zij lopen in de spits, zij leveren aan Intel, Amerikaanse bedrijven ook. Dat gebeurt allemaal vanuit Kortrijk. Trouwens, studenten van China komen zelfs hier studeren in Kortrijk. Dus van gaming zijn we relatief goed op de hoogte. Maar wat een van mijn dromen is, is dat ik geloof heel sterk in cameratechnologie. In het zorgen dat mensen door sociale controle allerlei fenomenen in de gaten houden. En dus denk ik dat camera's en een goede camerabewaking, uiteraard op een democratische manier en met respect voor de privacy, dat die heel veel onheil kan voorkomen. Dus in één oog opwerpen, de stad onder controle houden, zien wat er waar verkeerd loopt en mensen kunnen helpen criminaliteit voorkomen, is wel iets wat ik bijzonder apprecieer in SimCity. Ik zou met één muisklik een heel aantal gebouwen neerzetten. Dan is Hasselt als ambitieuze stad op de kaart gezet zonder al te veel overlast, handig meegenomen. En als het even kan, ook een aantal extra gezellige terrasjes, want dat bevestigt weer het echte gezellige karakter van Hasselt. Ja, als ik schoolgebouwen met één muisklik zou kunnen neerzetten, dan was ik nu echt wel de gelukkigste man ter wereld. Want wij zitten met een bevolkingsbom die ontploft is, dus Antwerpen vergrijst en vergroent tegelijkertijd. Dat wil zeggen dat ik aan de twee kanten van de leeftijdspyramide enorme uitdagingen heb. Ik moet schoolvoorzieningen en kinderopvang bijbouwen aan een tempo dat verschroeiend is. Tegelijkertijd heb ik aan de andere kant van de piramide nood aan rust- en verzorgingstehuizen, aan serviceflats, aan woonzorgcentra, aan hetzelfde verschroeiende tempo. Dus doe het allemaal maar. En wat ik aantrekkelijk vind aan het spel, is dat je het allemaal wel kan bouwen, maar dat je toch rekening moet houden ook met je kastoestand. Hè. Dus je moet ook belastingen gaan heffen. Je zal ook vaststellen dat als het niveau waarmee je de productieve mensen, de mensen die werken, gaat belastingen vragen te hoog wordt, ja, dat je allerlei ongewenste effecten gaat krijgen. Ze gaan niet meer willen betalen, ze gaan in hun stad niet meer willen wonen, ze gaan die stad beginnen ontwijken, waardoor je al je mooie dromen mag beginnen opbergen. En dat, denk ik, is voor een bestuurder wel een mooi spel en een mooie oefening. Ik kan alleen maar hopen dat mensen eruit leren dat het dan ook zo eenvoudig allemaal niet is dan het misschien soms lijkt van op grote afstand.
een stad van de toekomst is een stad die ervoor zorgt dat jonge gezinnen, tweeverdieners, graag komen wonen in de stad. Zij vormen de ruggengraat van de stad. Als zij daar wonen, ze zorgen ook voor de kinderen en de toekomst, dan zijn het ook die mensen die opbrengsten genereren in de stad. Zij werken, ze verdienen en ze betalen dus ook belastingen. En zij zorgen ervoor dat de welvaart die wordt opgebouwd ook kan worden verdeeld. Dus zorg ervoor dat het klimaat voor die jonge gezinnen ideaal is. En dat betekent inzetten op een groene omgeving, weinig criminaliteit, zo weinig mogelijk criminaliteit, heel veel ontspanning, heel veel evenementen ook en veel creativiteit. En af en toe eens buiten de lijntjes kleuren. Dat is iets wat een stad zou moeten zijn. Dat is ook de stad van de toekomst. Heel veel kleurig, geloven in oude en nieuwe Belgen, en geloven in meertaligheid. Geloven in cosmopolitisme, dat is hetgene wat een kleine stad groot maakt. Blijf gewoon uzelf, maar durf er ook in te vliegen. Heb heel veel contact met de mensen, want daar leert je heel veel uit. En durf ook te denken op lange termijn. Dus ik zou zeggen, durf te dromen. Rome is ook niet gebouwd geweest op een dag. Een groot project op je stad moet niet op een dag, niet op een jaar gerealiseerd worden. Dus neem ook een groot project mee en denk erover na op lange termijn. Een stad is een beetje als het schip van Theseus. Het vertrekt. Onderweg wordt elke nagel, elke plank, ieder zeil vervangen. Maar als het aankomt, herkent iedereen nog altijd datzelfde schip. Ook al heeft het zich volledig vernieuwd. En zo mag een stad ook nooit stilstaan. Er moet altijd beweging zijn in de stad. Stadsontwikkeling is ontzettend belangrijk. Je moet dus zelfs op je bestaande cities blijven investeren. Er moeten altijd nieuwe dingen verschijnen in de stad. Er moet altijd iets bewegen. Er moeten ook dingen verdwijnen per definitie. Je zit maar op een beperkte oppervlakte. En zo blijft een stad permanent aantrekkelijk. Bijvoorbeeld zaken zoals het MAS. Af en toe moet er echt aan uw firmament letterlijk iets verschijnen. Wat mensen die misschien lang niet meer geweest zijn, zal aanzetten om eens terug te komen naar die stad en eens terug te komen kijken. Dat is altijd zo geweest in deze stad. Dat is ook het kenmerk, denk ik, van een echte wereldstad. En dat moet echt altijd zo blijven. Wie stopt met investeren, dat is een stad die stopt met leven.